Dus we gaan hem nu niet meer voorzingen. En we gaan gewoon lekker meteen samen zingen. En aan het eind van deze middag dan kunnen jullie het lied gewoon thuis zingen. Laten we zeggen, ik kan zeggen dromen, dat kan je dan ook, maar dat kan je thuis zingen. Voor de papa's en mama's. En wie vindt het al zo goed dat hij hier wat zingen met de microfoon? Even kijken, degene die nog niet geweest is. Martijn en Sarah, willen jullie hier komen? Is het een wel of niet? Jullie steken wel je vinger op. Toch niet? Niet? Nou, jullie tweeën. We gaan een wedstrijdje houden met onze dikke duim.
een wedstrijd tussen de jongens en tussen de meisjes. Oké, we gaan beginnen met allemaal een keer samen doen. Als ik mijn duim zo naar voren steek, ik tel tot drie, en dan steek ik mijn duim zo naar voren. En als ik dat doe, dan gaan jullie allemaal heel hard gillen. Maar let op, als ik mijn duim zo doe, dan ben je helemaal stil. Dan beweeg je niet meer, dan flapper je niet meer met je oren, dan knipper je niet meer met je ogen, niet meer met je neus. Ga eens even kijken of we dit hier, we gaan eerst oefenen met stilzitten. Even kijken, wie beweegt er nog? Ik zie daar nog eentje flapperen met zijn handen. Ik zie nog eentje flapperen met zijn oren daarachterin. Oké, 1, 2, 3. Oké, nu gaan we eerst oefenen met de meisjes. We gaan beginnen. Goed opletten, hè? Als ik zo doe, dan ben je echt helemaal muisstil. Als er ook maar eentje stilt en bij de jongens niemand, dan hebben de jongens gewonnen. Dus we gaan beginnen. 1. Ja, een beetje opletten, want soms hou ik je wel eens een beetje voor de gek. Ik begin niet altijd zo, ik kan wel zo beginnen. Dus goed opletten, de meisjes. 1, 2, 3. Oké, nu de jongens. Opletten, jongens. 2. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Ja. Oké. 1, 2, 3. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat het is gewoon gelijk spel. Maar nu gaan we het doen tussen de ouders, tussen de vaders en de moeders en tussen de kinderen. Ja? Oké. Even opletten. Even opletten. We gaan beginnen met de kinderen. Dus ik tel tot drie, hè? En goed opletten, we gaan winnen, hè? We gaan echt voor de winnen, hè? Oké. 1. 2, 3. Nu zijn de ouders aan de beurt. Nee, de kinderen helemaal stil zijn. De kinderen echt helemaal stil zijn, want de ouders gaan. 1, 2, 3. De wedstrijd is afgelopen en we gaan nu denk ik kijken naar de poppenkast. Ja! Maar, nu heb ik begrepen, ik was van de week in Limburg op vakantie en daar waren alle poppen waren ook op vakantie. Dus ik weet niet of er wat in de poppenkast poppen zijn op dit moment. En Jet, wat denk jij? Nou, gaan we eens kijken. Zullen we gaan kijken? Nee! In Limburg is natuurlijk wel heel mooi, hè? Er zijn ook van die bergen, maar Claudio, heen wou me niet zo hoog, denk ik. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar we hebben inderdaad de poppenkast meegenomen. En als het goed is, zijn ze niet met vakantie. Zitten ze niet in Limburg, dan moeten ze hier zijn. Maar ik vind het wel heel stil daar, hoor. Ik denk dat we toch maar eens iemand moeten gaan roepen. Even denken. Bedenk jij eens een naam. Hoe zou een pop kunnen heten? Jan Klaassen. Nou, dan moeten we Jan Klaassen maar eens gaan roepen. Oh, ik weet het niet hoor. Jan Klaassen! Jan Klaassen! Jan
grotere pop hebben als Jan Klaassen. Echt waar. Weet jij je naam? Oeh, dat is wel een leuke naam. Anne. Oké, daar gaan we. Anne! Er woont volgens mij ook geen Anne. Zullen we... Martijn! Ken jij iemand uit de podcast? Volgens mij is Mitte op vakantie in Limburg. Volgens mij was zij er niet bij. Linda! Volgens mij was Linda er. Zullen we die eens samen gaan roepen? Wat was jij aan het doen? Oh. Ja, ik was in Limburg geweest op vakantie. En ik had daar zoveel gespeeld. Ik heb voetballen geweest en zo. En nu ben ik zo moe. Dus jij lag even een dutje te doen naar Linda. Ja. Vandaar dat je ons niet meteen hoorde. Ja. Hey, maar weet je, ik heb iets heel wat cools geleerd op vakantie. En dat is springen. Moet je kijken. Tellen jullie mee? 1, 2, 3! Wauw, wat kun jij mooi springen zeg! Hier, heb jij je ster verdiend? En Wauw! En mag ik jouw vriendje zijn? Ja! Oh, dankjewel! Hey, weet je wat ik kan? Hey, ik kan heel goed zingen! Hey, ik ben zo blij! Ja! Jezus redde mij! Oh, ben zo blij! Jezus redde mij! De poppen die gaven elkaar stippen en sterren. Dat hadden ze zelf bedacht. Maar ze waren gemaakt door Elie, de poppenmaker. En die woonde dan helemaal boven op de berg, zodat hij al die poppen kon zien als ze elkaar stippen en sterren gaven. Jij hebt mooi haar. Oeh, hier de ster. Oh, dankjewel. Dat mag ook wel. Ik gebruik elke dag André Lon. En dan gaat het van glans, hebben ze mij beloofd. Nou, dat doet het dus ook. Hé, hoor eens wat ik heel goed kan. Ik heb een rekenles op school gehad. Daar gaat ie. 5 + 3 = 10. En 100 + 100. Jij kan gewoon niet rekenen. Hier een step. Wow, zeg. Wat heb jij een mooi t-shirt aan. Hier, een step. Oh, dankjewel, zeg. In alle hoeken en straten van het dorp gaven ze elkaar dus die stippen en sterren. Als iemand heel goed kon rekenen of springen, dan kreeg je zo'n mooie gouden ster. En wilde iedereen wel je vriendje zijn. Maar kon je helemaal niet goed badmintonnen of zwemmen, dan kreeg je zo'n lelijke grijze stip. En dan wilde bijna niemand je vriendje zijn. Hé, Wout, waarom kijk jij zo sip? Nou, ik doe helemaal de grijze stippen. En ik heb geen ene ster en ik doe zo mijn best. Maar wat doe je dan eigenlijk allemaal? Ach, ik probeer van alles goed te doen. Maar vandaag probeer ik te springen. En ik probeer het nog één keer, oké? 1, 2, 3. Ja, maar dan kom je toch niet springen. Hier, een stip. Oh, alweer een stip. En ik heb er al zo ontzettend veel. Wout is wel erg verdrietig, hè? Hij zit helemaal onder de grijze stippen. En weet je,
Als zij zo door de straten en de steegjes loopt, dan komen ze naar hem toe en dan plakken ze nog meer grijze stippen op. En dan wilde inderdaad niemand, helemaal niemand, zijn vriendje zijn. Nou, niemand ziet. Nee, ik ga het nog één keer proberen. Springen. 1, 2, 3. Au! Maar net zag ik wat Tom zegt. Hier, 2 stippen voor jou. Nou, toch iemand mij gezien. Weet je wat? Ik ga gewoon weg, want ik kan helemaal niks goed. Ik kan helemaal niks goed. Ik ga ook niet meer naar school. En ik ga zelfs de straat niet meer op. En ik heb ook al helemaal geen vriendjes. Dan wil ik er zo graag eens aan willen helpen hebben. Ik... Ja? Kom eens even dichterbij. Oké. Zie je wat aan mij? Nou, ik zie eigenlijk helemaal niks aan jou juist. Oh? Hoe bedoel je? Nou, je hebt helemaal geen ster. Nee. En je hebt ook helemaal geen stip. Dat klopt. Hoe kan dat? Nou, ze willen maar wel een ster opplakken. Zo. Ja, dat jij helemaal geen stip hebt, zeg maar. En, nou, en ook geen sterren, hè? Nee. Die heb ik ook niet. Nou, dat is heel simpel. Ik ga elke dag naar Eli toe. De poppen maken. Hij is mijn beste vriend. Eli? Ja? Nee. Wie is dat nou weer? En is dat echt jouw beste vriend? Ja! Terwijl je helemaal geen sterren stippen hebt, dat moet toch hier? Ja, nou hij is echt mijn beste vriend. Nou, weet je... Jij moet daar ook heen. Hij wil ook jouw vriend misschien wel zien. Oh, denk je dat echt? Ja! Zou hij dat echt willen? Ondanks dat ik er zo grijs en zo uitzie? Ja hoor. Kijk, als je even naar achteren kijkt. Ja. Je moet links, rechts, die heuvel op. En dan ga je. Goed. Bij de Amy. Wil een eind. Ja, maar dat geeft niet. Oké. Okay. Nou, weet je, Lucy, dit moet ik er maar heen gaan. Moet je doen. Oké. Okay. Dag. Dag. Nou... Ik geloof dat Wout er wel veel zin in had om naar die vriend toe te gaan, naar Eli. Denken jullie ook niet? Ja, hè? En hij besluit om dat smalle paardje zo helemaal dan naar boven, rechts werd er gezegd, geloof ik, helemaal naar het huis toe te gaan van Eli. En dan stapte hij de grote werkplaats binnen. Oh! Oh, ik ben helemaal moe. Maar ja, nu ben ik er dan toch, hè. Binnen. Maar het ziet er hier leeg uit. Hier binnen zo geen Eli. Alleen maar de werkplaats met spullen en zo. Dan ga eens even kijken. Nee, daar is ook niks. En nee, daar is ook helemaal niks. Nou, hè. Volgens mij ben ik nog voor niks gekomen ook. Nou, hè, ga ik maar weer. Nou. Wout? Wout, het was fijn dat je bent gekomen. Oh, het verlangde zo naar je. Oh, daar bent u. Ja. Maar weet u wie ik ben? Ja, natuurlijk weet ik wie je bent. Ik heb je zelf gemaakt. En Lucy vertelde over je. Oh, kom eens dichterbij. Dan kan ik je wat beter zien. Ja. Oh, zit jij onder de grijze stippen, Wout? Ja, ach, ja, sorry. Ik heb erg mijn best gedaan, hoor. Om er net zo mooi en goed te zijn als de andere poppen. Maar toch kreeg ik altijd de stippen. Nou, weet je, voor mij geeft dat niet.
ik trek me er echt helemaal niets van aan wat de andere poppen van je denken. Ik wil graag je vriend zijn. Echt waar? Maar maakt het dan helemaal niks uit voor u? Nee. Het maakt me echt niet uit wat ze van je vinden. Want weet je, het gaat erom wat ik van je vind. En ik vind jou heel bijzonder. Want jij bent mijn vriend. Ik? Uw vriend? Nou, waarom toch? Ik vind jou dat ik helemaal niks goed kan doen. En ik zie je niet mooi uit. En ik zit helemaal onder de grijze stippen. En toch wilt u mijn vriend zijn? Ik kan het haast niet geloven. Wout, ik hou van je. Omdat ik je gemaakt heb. En ik ben jouw vriend en ik hou van je. Dat is zo belangrijk. En als je dat goed onthoudt, ja, dan zullen de stippen en de sterren dus vanzelf afvallen. Oh, net als bij Lucy. Ja. Ja, nou, ik snap het nog niet helemaal hoor. Maar ik wil toch wel heel graag een vriend zijn. En ik beloof dat ik elke dag dat hele lange eind zal lopen om bij u te komen. Dat vind ik heel fijn, Wout. Ja. Ik wil ook zo graag jouw vriend zijn. Ja. Ja. Zie je morgen dan? Ik kom morgen terug hoor. Oké, tot morgen dan. Oké. Ja, ik ga gewoon naar beneden hoor. Ja, dag Wout. Dag. Nou, wel fijn dat Wout zo elke dag naar Eli kon gaan. En dan vielen al die grijze stippen er weer af en konden ze niet opgeplakt worden. Maar, wat denken jullie? Zou Wout het allemaal een beetje gesnapt hebben? Hij vond het heel moeilijk, hè? Maar weet je wat zo mooi is? Eli, die zorgde zo voor de poppen. En Eli vertelde dat iedereen bijzonder was. En het maakte echt niet uit of je nou goed kon rekenen of niet goed kon zwemmen. Voor iedereen was hij een vriend. En wat nou het mooie is, dat de Heere Jezus ook onze vriend wil zijn. Voor de Heere Jezus maakt het ook helemaal niet uit wie en wat je doet. Je bent allemaal heel bijzonder. En hij wil onze vriend zijn. Of niet, Wout? Ja. Ja, hè? Ja, je zag het niet, hè? Nee, iemand die wees zo en toen zag ik jou. Maar ja. Dit is vast niet erg hoor. Nee. Je kwam er heel stilletjes aanlopen. Ja, ik was zo helemaal in gedachten naar wat jij zei en zo. Ja. Ja. Maar wel goed van jou dat je elke dag naar Eli gaat hoor. Ja, en zie je? De grijze stip is er al af. Hé, ja, wauw. Ja. Nou, ik ga je even knuffelen, want ik wil wel jouw vriendje zijn. Ja. Dag lieverd. Want iedereen wil bij jouw vriend wel zijn, hoor. Ja. Ah, fijn. Ja, gezellig, hè? Echt wel, zoveel vriendjes en zo. Ja, en eigenlijk is het ook wel heel gezellig om samen nog een liedje te zingen. Ik weet er een. Ja, nou, wat dan? Zeg het eens. Ben je groot, ben je klein, la 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 la. Hé, kennen wij die? Ben je groot, ben je klein? Weet je? Nou, ja. We gaan even kijken of de rest grappig is. Ja, haal ze mee even op. Kijk ja. Even of ze mee willen zijn. Oké, doe ik. Okay. Hallo! Ja! Yeah. Hallo, Christina! Hallo! Daar komen ze. Hallo! Hallo allemaal! Hallo! Gaan jullie meedoen? Ja! We gaan samen zingen. Hebben jullie God welke? Nee, ja! Ben je groot? Weet je wel? Oh, die ja! Weet je toch? Gaan wij zingen en kijken of ze kinderen ook mee gaan zingen. Ah, ken je dat wel? Ja, dat is wel. Nou, moet jullie wel horen, zo ga ik weg, ben ik helemaal hier in de zaal. Oh, ze kunnen heel hard zingen hoor. Okay. Maar wel mooi zingen, okay. Hè? Mooi zingen is altijd mooi. Ja. Ja. Goed, zal ik dan maar beginnen? We gaan een a cappella doen zingen. Oké, okay. Hey, is dat a cappella? A cappella, dat is onze bellen en toeters. We hadden toch vandaag op die ding. Ja, maar die zitten van alles te doen, maar behalve ben je groot of ben je klein. Oh, dus, ja, kan dus, niet dat is niet. Dus we gaan. Inzet hem maar. Ben je groot of ben je klein? Of ergens tussenin? Oh, aan van jou. Ben je dik of ben je dun? Of ben je blank of bruin? Oh.
Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet. Wat houdt van jou, het is van liefde. Wat houdt van jou. Het lijkt wel een meisje zo hoog. Ja, hè? Ja, maar dat moet ook wel. Ja, maar het is gelukt en de kinderen zongen goed mee en jullie? Ja. Ik vond het echt tof, weet je wel. Hartstikke goed. En bedankt dat jullie er waren. Tot de volgende keer. Nou, ik denk dat de poppen nou wel weer op vakantie willen. Ze waren zo druk met elkaar. Ik ga eens even kijken wat ze gaan doen. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Weet jij dat misschien? Oh, we gaan nog weer een liedje zingen. Thank you.
zitten. Oh. We zingen nog eentje met elkaar. Dat is wel een hele leuke. Goed, kind, jou. Vanaf het begin. Helemaal van buiten. En ook van binnenin. Binnenin. Daar is een hele leuke gebaar bij. Ja, hoe word je nou zo groot als dit touw, hè?
Misschien als je op de grond gaat staan. Oh, kijk! Daar komt al iemand aan. Die gaat mij mooi helpen. Zo, nou. Dan maar staan. Nou, je bent nog steeds niet groot genoeg. Nou, weet je, ga maar gewoon op je... Gewoon blijf maar gewoon zo staan. En ik vind dat jij zo groot genoeg bent. Zo, zijn jullie nog allemaal goed? Pas op, hè? Hoog iets naar beneden. Nou, deze kinderen zijn hier allemaal verschillend, hè? Maar toch houdt God van ze. Want iedereen mag er zijn, hoe verschillend je ook bent. Dus. En kijk, kunnen we nu zo groot worden als de touwtjes? De touwtjes zijn even groot. Dus ga maar eens even staan. Ja! Oh, ja, is net zo groot. En jij dan? Oh, iets doe ik niet, hè? Ja, goed zo. Ik kom even van deze stoel af. Kijk, zo groot worden ze... Nou, kijk eens. Hier zijn ze alle drie even groot. Nee. Jawel, maakt niet uit. Nu zijn ze even groot. En God houdt ook van je. Maakt niet uit hoe je bent. Ook al heb je een bril, zoals ik heb. Of je draagt een pet zoals de plasjuffrouw. Of je hebt een beugel. God houdt van je. Je bent niet verschillend. Dus, nou, mag een hartelijk applaus voor deze drie mensen. Ik wil graag iedereen net zo stil dat ik bijna een naald zou kunnen horen vallen. Die kan ik echt nog niet horen vallen nu. Ik heb net over mijn klok gekeken. En het is alweer bijna 4 uur. Het is alweer 4:09. Zo'n middag gaat het zo snel als je met elkaar een feestje aan het maken bent. Vinden jullie het nou ook niet? Zo beginnen we en zo is het alweer 4 uur. Nou, ik heb heel erg genoten van de poppenkast, van het zingen met elkaar, om God groot te maken. Hebben jullie iets fijn gehad vanmiddag? Ja, hartstikke fijn. Straks gaan we met elkaar natuurlijk de Heer God bedanken voor deze middag. En we zingen nog een lied met elkaar. En als jullie naar huis gaan, krijgen jullie een tasje. En daar zit nog een presentie, zo noemen we dat. Daar zit nog een mooi boekje in. Die kan je thuis lezen. Met je papa en mama. Of misschien wel met een kleine broertje of zusje. Of je laat hem nog een dingetje op school zien. En dan vertel je hoe leuk het was hier vanmiddag. En er zit een mooie ballon in. En nog wat lekkers. Dus dat mogen jullie meenemen. Dan gaan we nu heel stil worden. Gaan we onze handen vouwen. Ja, de duim naar beneden inderdaad. Hè. Dat was stil. Ik wil heel nu met jullie gaan danken. En als we gaan praten met de Heere God, dan worden we stil. Dus we vouwen onze handen en we sluiten de ogen. Lieve Vader in de hemel, Heer, aan het eind van deze middag, Heer, die zo snel is gegaan, we willen bij u komen om u te bedanken. Heer, wat fijn, Heer, dat u er ook bij bent geweest, Heer. En we hopen ook dat u zo genoten heeft van deze middag. Heer, we mochten feest vieren met elkaar. Heer, maar bovenal ook omdat u bij ons was, Heer. Heer, we mochten u groot maken, Heer. En we mochten zeggen hoe fijn het vinden dat u onze vriend wilt zijn. Dank u wel daarvoor. Heer, dank u wel dat u niet alleen mijn vriend bent. Of alleen de vriend van Nicole, of van Erik, of van Robert, of van Aard. Maar dat u de vriend van ons allemaal hier wilt zijn. Dank u wel daarvoor. Heer, en niet alleen vandaag, maar ook als we straks naar huis gaan. En weer bij onze papa's en mama's zijn, de broertjes en zusjes. Heer, ook dan bent u nog heel dicht bij ons. Heer, daar danken we u voor. We willen vragen of u met de kinderen mee naar huis wil gaan. Wilt u ze bewaren en beschermen. Heer, en wilt u ze ook nog een fijne weekend geven. Heer, dank u wel, Heer, dat u erbij was vanmiddag, Heer. En wil u alle eer en glorie geven. Bidden we in Jezus' naam. Amen. Dus gaan we nog even kijken wat we nog met elkaar gaan zingen. Oh,
gaan we afsluiten van één keer de keer naar de toon. Ja, afsluiten. We willen nu echt goed horen of jullie het allemaal geleden hebben. Dus allemaal nog even gaan staan.